De Nijmeegse sportschool My Health Club neemt deel aan een indoor roeicompetitie. 3 weken lang strijden 30 verschillende clubs uit Nederland en België tegen elkaar. De eerste plek zal naar de club gaan die de meeste kilometers aflegt. En My Health Club heeft op dit moment een flinke voorsprong op de andere clubs. Ja, we staan op dit moment echt heel erg goed. We zijn nu vijf dagen bezig, dus de vijfde dag. We moeten nog even, maar we staan op dit moment zo'n 500.000 meter voor op de nummer 2. En dat is dus 500 kilometer. Dus we zijn op dit moment al, bij Parijs in de buurt, denk ik. Hè? Elke club krijgt 2 roeiapparaten beschikbaar gesteld. Ieder apparaat mag 80 uur per week bemand worden. De roeilimiet is 10 kilometer per persoon per dag. En vorig jaar nam het Nijmeegse team voor het eerst deel aan de competitie en toen eindigde het op de tweede plek. Nee, er is geen trainingsschema. Het is vrij roeien. Dus iedereen die binnenkomt, die kan op de roeien gaan zitten. Sommige mensen zijn zelfs een beetje teleurgesteld als ze binnenkomen, want die hebben zich voorgenomen om te roeien en dan zijn de roeiers bezet. En sommige mensen gaan even een warming-up doen of iets anders en komen daarna terug om alsnog te gaan roeien. De wedstrijd is belangrijk voor het Nijmeegse team. Ze strijden namelijk met een doel in het vizier. Met deelname aan de competitie wil de club een steentje bijdragen aan de strijd tegen kanker. Wij hebben vorig jaar zelf bedacht als club om daar een goed doel aan te koppelen. Vorig jaar was dat het Rode Kruis. Was verbonden aan het Glazen Huis, het goede doel. En dit jaar roeien we voor het Oncologiefonds, het Radboud Oncologiefonds in Nijmegen. We hebben daar bewust voor gekozen omdat we vorig jaar 1 deelnemster hadden die ook dus meedeed met de competitie. En die vond in haar eentje voor €2000 aan sponsors. En zij is oncologe bij het Radboud. Dus ik dacht van nou, laten we en voor het Oncologiefonds, dat is natuurlijk een supergoed fonds tegen kanker in Nijmegen. En ook als eerbetoon aan haar strijdlust vorig jaar nu het Oncologiefonds kiezen. Een van de fanatieke deelnemers is Lisette de Heide. Zij roeit tot nu toe de maximale 10 kilometer per dag en dat komt nu neer op 50 kilometer in totaal. Je voelt het wel in je benen, ja. Of in je hele lichaam. Maar ja, het is voor een goed doel en het is ook leuk om het... om met elkaar die strijd aan te gaan. En ja, natuurlijk ook voor het Oncologiefonds.